Ja, echt. En de classic controller gaat een stuk beter. Even kijken. En dan doen we... Oh, Mario the Lost Levels. En dan doen we nummertje 3. Gaan we met nummer 3 beginnen. Nou, ik... Het bevalt me eigenlijk heel erg goed. Geen gezeur meer voor moeder, stuur me jij. Maar mijn moeder stuurde echt heel vaak. Ik heb er echt helemaal gek van. Ja. Anderhalf jaar heb ik in mijn eigen huis. Oh, cool. Maar dat krijg ik wel weer. Maar wel groter. Oké. Okay. Dat is ook niet echt leuk, nee. Dan moet je wel gewoon... Oh ja. Dan flits het allemaal niet. Ja. Kom op. Kom jongens. Maar weet je wat het hele punt is? Hij is nog één keer geweest, maar dat was voor mijn afzijde bedoel ik. Wou ik kijken of hij het allemaal goed functioneert, maar toen bleef Misha er wel van bij staan. Je kan hem gewoon naar buiten gooien, want... Maar weet je wat ik wel even moet zeggen, Jack? Ik vind het wel heel leuk om je na al die tijd weer te zien. Ja, vind ik wel leuk. Naast, even kijken, naar Celine, mijn nichtje en Shannon, ben jij denk ik nu de vierde meid die gekomen is. Ja, Shannon is hier ook een keer geweest, maar die kwam even kijken, even het idee hoe het is om met hier te wonen. En Celine is mijn ex, maar die mag niet vanwege de situatie met de moeder en mijn nichtje is hier geweest. Mooi. Doet hij het eindelijk een beetje. Je bent populair. Zo, dat is een... Ja. Noelle Wijman, is dat een echte geldbitje? Het is de eigen keuze of ze medewerking eraan verdoet. Ze kan ook zeggen, nee, dat doe ik niet. Doe het lekker zelf. Oh, nee, mag. Maar ja, weet je, ze werkt zichzelf wel in de problemen door, hè? Ja, maar ze is daar nu ook weggeplaatst. Ja. Ach ja. Dan spel ik weer dat erbij, hè. En probeer het gewoon daarna nog een keer. Oh.
heb je? Ah, de duim 3 heeft hem. Je kan hem met de krappe paal bij de opladen. Ik krijg misschien een kat van die vank, maar dat wil ik even kijken of ik die goed kan doen. Ik wil haar eigen kat laten bezwangeren en dan mag ik daar een kitten van. Ik zeg, vind je dat niet heel zielig? Ze zegt, nee, dan heb jij het tenminste kitten. Ik zeg, ja, ik vind het heel lief van je, maar je moet... Je kat dan? Ja. Ik kan zo'n kat voor. Ja, maar ik was zo graag ongeveer zoals Flippy eruit ziet, want dat vind ik zo'n mooie kat. Het is een zwart liefje. Ja, moet je hem niet vergeten. Nee. Ja, zet hem op een handdoek neer. Ja. Als ik aan de lader zit, dan hebben ze gewoon pech. Maar maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Als het een bekende is en die zegt hoi, dan zeggen we hoi terug. Maar als ik daar een krijg, dan moet ze toch echt wachten tot de telefoon is opgeladen. Ja. En ik heb geen zin om continu voorover te buigen. Ik heb mijn telefoon in mijn kamer liggen, maar ik heb geen zin om de hele tijd voorover te buigen om mijn telefoon te kijken. Dat is een beetje slecht voor mijn rug. Oh nee! Duimen omhoog. Ik zet deze even onder water, hoor, anders krijg ik het niet zo uit. Ja, is goed. Dan was ik het verder. In mijn ouderlijk huis heb ik al zo vaak glascorrosie gehad. Dan worden je glazen helemaal dof en. Sorry. Ja, oké. Yeah. Ik heb ook wel eens iets in de preventie gehad, maar dat is een lagere. Als ik 600 ga, dan ga ik naar een stokje. Ja, jij moet wel. Ik ken iemand die had het ook anderhalf jaar, die had heel erg pijn aan zijn darmen. En die werd er altijd heel erg opgewonden van. Ik zeg, nou dat is een nieuwe voor mij. Maar hij zei tegen mij, dat zit ik ook met te verzinnen hoor. Hij werd er altijd een beetje slaperig van en dan gaat hij op bed liggen en dan is het klaar. Hij zei dat altijd uit stoerigheid. Even kijken of mensen zeggen, oh, ik wil je wel ervan afhelpen. Hij verwacht er altijd een reactie ervan. En ik zei tegen ze niet doen hoor. Ik zeg, je bent al 14. Ik zeg, ja, weet ik. Ik zeg het maar voor de grap. Ik zeg, ja, zo denk je dat je dat echt wil ook. Oh, ja, dat is natuurlijk die wekker. Leuk, moet ik het er straks weer uitknippen? Ik ben vergeten die wekker af te zetten. Nee. Kan ik er altijd nog uitknippen. Maar in ieder geval, ik ga sowieso één keer in de week ga ik boodschappen doen. En dan, als ik thuis kom, dan ga ik meestal stofzuigen. En dan ga ik daarna achteraan dweilen. En daarna ga ik de badkamer helemaal ondersteboven halen. Ga ik alle plateautjes schoonmaken. En daarna doe ik een was erin. En als die klaar is, haal ik het op. En dat twee dagen daarna ga ik het weer op.
En ik heb al mijn kasten leeggehaald en schoongemaakt. Ik heb het aardig wat in leeggehaald en schoongemaakt. Dus ja, zo blijf je bezig. En de kasten van achteren trekken, daar gaat stof wegzuigen. Dus ja, zo maak je wat mee. Maar eigenlijk sowieso iemand die heel veel troep maakt, als je op bezoek komt, dan moet het gewoon netjes zijn. En als degene in je troep ruimt, dan moet je er gewoon in op bezoek gaan. Het is niet bedoeld dat je je benen over spullen breekt. Zij zei gewoon van de vuile vieze Rick, waarom ruim ik niet op? Dat is ook gewoon eerlijk in zijn. Ik zei, nou, dat was toen net oud en nieuw. En toen zei ik, ik moet slapen, want het zou maar een keer moe zijn. Ja. Zie jij nog een bed kijken? Je denkt van, oh, ik dacht het even niet. En heb je thuis op je bed geklopt. Ja. Ja, bij mij aan de andere kant van zeg maar de ene kant van het bed was helemaal stof. Dus dat heb ik een anderhalf uur op de muur laten kloppen, zag ik. En als de broek op de grond liggen, dan doe ik ze op de stoel. En dan kijk ik eerst of ik ze nog wel aantrek. En daarna doe ik. Oh ja. Wat is er eigenlijk mee gebeurd? Als ik het, wat heb je gedaan eigenlijk? Het lijkt heel erg of je je voet hebt dubbel geklapt of gebroken. Nee, dat is niet nog. Maar mijn voet heeft pijn, maar ik doe het al niet zo pijn eigenlijk. Ja, maar dan zeg ik ook, anders ga je lekker op bed liggen. Dus dat je dat er is. Ik heb mijn bed vandaag geschoond, dus ligt op een schoon bedje. Ja, maar hij is wel net schoon. Ik heb er vanochtend een nieuwe opgegooid. Ja, maar hij is wel één dag. Hij is wel vandaag. Ik doe wel om de twee dagen ook een nieuwe erop. Hè? Dus hij is nooit in een vies nest. Oké. Okay. Anders verschoon ik hem nog een keer. Dat vind ik helemaal geen punt. Ja, maar dan doe ik er even schoon onderlaag op. Ja, daar ben je wel een dikkeltje. Ik ben zo vaak door mijn voet heen gegaan, nou dan durf ik er niet eens meer op te staan. Op school, tijdens het voetballen met de jongens, toen ging ik mijn voet heen. Nou, ik durfde echt niet te fietsen, ik verrekte van de pijn. Deze enkel is nog dikker dan die andere. Ik ben er wel 4 of 5 keer doorheen gegaan. Ik ben 1 keer van de elektrische fiets afgevallen, toen ging ik een keer. Op werk ging hij een keer, dat was 3 keer. Op school was de eerste keer. Op het werk en op de elektrische fiets is 1 of 2 keer. Op school is 3 keer en op het werk is 4 keer. En tijdens het lopen naar Tante Nel, toen was Tante Nel thuis overleden, nog een 5e keer. En gisteren kwam ik binnen thuis en ging weer bijna. Dus dat was bijna 5,5 keer. Dan word je even wel zwak. Nou ja, weet je, de deur stond open. Ik brachtte mijn boodschappen naar binnen. En hier was een jongen van de derde verdieping. Ik kwam even kijken en ik ging er bijna heen. Ik zeg, ha! Ik zeg, zal ik het bij jou gebeurd? Ik zeg, ja, maar ik lach niet omdat jij door je enkel gaat. Ik lach om mijn gezicht. Ik zeg, oh. Toen redde hij snel weg. Hij ging zich gelijk corrigeren. Hij was bang dat hij er aan kreeg. Ik zeg, nou, zo ben ik niet. Ik ben niet zo van het slaan. Nee, hij slaat niet. Nee.
ik heb één iemand op de school geslagen, dat is Larissa, maar die had ik ook echt verdiend. Die zat me continu uit te dagen, heb ik hier tegen de borst aan geslagen, keihard. En die, maar toen was ik 14, toen was ik echt een rotjong. Als ik nou net zo rotjong was als nu, met al die bedreigingen die ik soms voor mijn kop krijg, dan was er niemand die het niet deed. Maar ja, ik heb echt een volle klap tegen de borst aangegeven. Ik was er echt heel erg klaar mee. De meester was boos op mij. Maar die juf zei tegen mij, het is ook een oplossing wat je deed. Ik zeg, ja, ik moest even maar gerissen kijken. Pop. Maar jij, ja, andere vrienden zijn te druk om even tijd voor je te maken. Als je echt de vrienden van elkaar bent, maak je altijd tijd, ook al ben je druk. En zo ben ik dan weer. Ik zeg, het maakt me niet uit of ik druk ben. Als je me nodig hebt, heb je me gewoon nodig, klaar. Echte vrienden maken altijd voor je. Als ze zeggen, nee, ik ben te druk, je kan nu niet komen, ja, dan zijn dat geen echte vrienden. Tenminste, dat is hoe ik het bekijk, hoor. Ja, nee, maar ik weet niet met waarom ze druk zijn. Dus... Anders doe je er een warm washandje overheen. Dan pak je zo'n washandje en dan leg je een warm. Dat de ene dit is de andere, dat is ook gek. En dat komt ook omdat ik zo vaak door mijn voet ben gegaan. Dus die ene is niet zwak geworden. Maar die dokter zegt, je moet er wel gewoon blijven lopen. Ik heb nog wel salfjes voor gehad en zo. Oh, ik ook. Ja. En ik heb lelijk... Als ik er niet zo ga, dan ga ik er moet ik zeggen. Dat... Dat zal wel ideaal zijn. Hoef je nooit meer naar Zalders te bellen. Nee, ik zeg maar, dan hoef je niet meer naar Zalders te bellen als dat zo was. Maar, ja. Maar mijn buurman is ook taxichauffeur en die zegt van, nou, als je een ritje nodig hebt, mag je altijd instappen. Hij werkt voor zichzelf. Dat is geen succes. Ja. Maar in ieder geval, ja. Ja, je hebt een snellader. Ik heb ook een snellader. Als ik hem erin ga en ik kijk, met een ogen staat hij weer op 60. Dat is echt onvoorstelbaar. Maar ja, weet je, als je zometeen weer opgehaald wordt, dan heb je het toch nodig. Ook als ik er andere dingen niet zo, dan heb ik toch
En Saldus heb je denk ik via de verzekering, hè? Ja, gemeente betaald. Ja, klopt. Ik betaal eigenlijk niet voor. Oké. En je verzekering betaalt zeg maar de volledige prijs. Oh, ja, ik bedoel ik gemeente. Ja, sorry. Gemeente. Ja. 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 Maar in ieder geval, ik heb... Cheryl heeft ook met hoe heet het gehad? Met Michelle de Gast, dacht ik, uit mijn hoofd. Maar toen jij nog met hem had, toen zat ik nog bij Ad, weet je wel? Toen chillde jij bij hem, toen bij de klus vinden. Ja. En toen zat ik de hele tijd naar je te kijken en weet je wat Jeffrey toen zei? Zeg, als jij te lang naar Jackie staat, dan komt ze hier zo meteen nog een ros verkopen ook. En ik zeg, ik ga je niet uithelpen. Ik zeg, dat doe ik vast niet. Nee. Maar dat heb je niet gedaan. Ik keek al eventjes en ik zag je boos kijken. Ik denk van ik draai me wel om en ik loop wel weg. Ja, zie je dat mijn boze blik helpt? Nee. Nee. Ja, kijk, nu kijk ik jou ook aan. Nu praat ik met je. Dat is even een andere keuze. Oh, heb je hem even te pakken? Ja, maar... Ja. Nee. Je hebt lekker een zeep. Ik heb twee pompen zeep. Ik heb altijd zeep in huis, want bij mij moet ik altijd schone vis zijn. En geen hygiëne is altijd stap bij mij altijd op de vis. Ja.